college ben om in te gaan op de eerder aangehaalde zorgpunten met betrekking tot de koersontwikkeling en de effecten daarvan op de samenleving, op de individuele burger, op de prijzen van goederen en diensten. De voorzitter, wij delen als regering die bezorgdheid. Ik zal in mijn betoog uitvoerig stilstaan waarom de ingeslagen weg van financieel-economische hervormingen noodzakelijk was en nu ook is. Meneer voorzitter, ik zal uitvoerig ingaan in welke rol het Internationaal Monetair Fonds hierin speelt met betrekking tot die getroffen maatregelen en de impact daarvan op onze samenleving. Ook de maatregelen die zijn opgenomen omdat deel van de bevolking die het meest getroffen zijn, tegemoet te komen, meneer voorzitter. En welke maatregelen op zeer korte termijn getroffen zullen worden. Vanaf vandaag al, meneer voorzitter, om de koers te stabiliseren. Meneer voorzitter, het moet duidelijk zijn dat de koers de waarde representeert van een munteenheid. Dat heeft als gevolg in de eerste plaats de factoren die feitelijk eigenlijke factoren zijn van vraag en aanbod, dat direct de koers beïnvloeden en dat in feite daardoor de koers tot stand moet komen, meneer voorzitter. Maar echter zien we dat deze factoren ook beïnvloed worden door oneigenlijke factoren, zoals speculatie, onzekerheid en ook de mate van vertrouwen in de samenleving. Voorzitter, ik zal concreet ingaan op de volgende parameters om dan gericht, onderbouwd, een pakket van maatregelen te presenteren aan uw geachte college, welke wij als regering zullen treffen, meneer voorzitter. We gaan presenteren namelijk de stand van zaken met betrekking tot het monetair beleid, de fiscale politiek, het deviezenverkeer, het handelsverkeer en prijsbeleid, de schuldherschikking, de productieverhogende maatregelen, het sociaal programma en mechanismen om de maatregelen effectief aan te sturen. Daarvoor staat u mij echter toe om eerst te schetsen welke onze uitgangspositie was in juli 2020 en ook welke nationale en internationale ontwikkelingen van invloed zijn geweest op de nationale economie. De voorzitter, het is u allen bekend dat in 2020 sprake was van een scheef gegroeide en ontwrichte economie. De staatskas was leeg, exporten stagneerden en het reële begrotingstekort was buiten acceptabele proporties en ons nationaal inkomen en groei stagneerde. De voorzitter, werkgelegenheid nam af en we zaten opgescheept met een schuldenlast van bijkans 4 miljard Amerikaanse dollar, ongeveer 165% van ons bruto nationaal product. Dat is uiteraard niet wat wij graag als nieuwe regering willen overnemen, meneer voorzitter. En wij wisten dat ons een zware en moeilijke taak te wachten stond, niet wetende op dat moment dat de situatie nog erger zou uitpakken, meneer voorzitter. Een slechte, negatieve reputatie van ons land wereldwijd en een financieel-economische instelling, een internationale instelling, meneer voorzitter, die niet meer bereid waren om met ons te praten. Vanwege de ervaring die men al had, meneer voorzitter. Toen
Meneer voorzitter, was het bijna onmogelijk om de maandelijkse verplichte lasten, onder andere salarissen en sociale voorzieningen, te betalen. Vandaag zijn we in staat, door bezuinigingen, goed beleid, goed financieel beheer, de salarissen en zelfs de verhoogde sociale voorzieningen, meneer voorzitter, aan het overheidspersoneel en burgers tijdig over te maken. Meneer voorzitter. Meneer voorzitter, laten we niet vergeten hoe die situatie er toen voor stond. Een schijnwelvaart gecreëerd door leningen aan te gaan en voedselpakketten uit te delen, totdat het niet meer mogelijk was om meer leningen aan te gaan, meneer voorzitter. Ik heb gemeend, meneer voorzitter, deze uitgangspositie in het kort met u en de samenleving te delen, omdat wij met z'n allen goed moeten beseffen dat er een reden is, een oorzaak is, waarom wij een traject van economische hervormingen moeten starten, meneer voorzitter. Voorzitter, het was duidelijk dat alleen middels een weldoordacht en strak uitgevoerd hervormingsprogramma een gezond fundament gelegd zou moeten worden waarop onze economie en onze toekomst gebouwd zou kunnen worden. Dit is in feite een taak van elke verantwoordelijke regering, meneer voorzitter. En ik weet dat dit geen populair traject is, want het doet pijn. Het creëert onzekerheid en het creëert ook onvrede in de samenleving, meneer de voorzitter. Het hebben van slechts natuurlijke en menselijke hulpbronnen is niet voldoende, meneer de voorzitter, om welvaart en welzijn te creëren. We moeten een duurzaam hervormingsbeleid hebben, sterke instituten hebben, voldoende capaciteit hebben en bereidheid van ieder om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land. De voorzitter, ondertussen weten we ook dat het realiseren van deze doelen een gemeenschappelijke inspanning is van de regering, het parlement, het bedrijfsleven, de vakbeweging, NGO's, religieuze en andere sociaal-maatschappelijke organisaties. En een verantwoordelijke regering luistert en indien nodig past het financieel-economisch beleid ook aan. Wij weten, meneer voorzitter, dat de lasten voor bepaalde groepen te zwaar zijn geworden en dat het ingezette beleid getemporiseerd zal moeten worden. En ik kom hierop later terug, meneer voorzitter. Het zou niet correct zijn als ook niet werd aangegeven hoe onze economie zich heeft ontwikkeld sindsdien en welke positieve richting er inmiddels ontstaan is vanuit een macro-economisch perspectief bekeken, meneer voorzitter. Want we zijn in staat onze nationale verplichtingen maandelijks na te komen en er is een beter gebalanceerde begroting met een internationaal acceptabel tekort. Onze deviezenreserve is ook toegenomen. En ook onze importdekking is een stabiele, meneer voorzitter. Maar dat kan niet optimaal ingezet worden, omdat de reserveringen voor aangegane schulden van het verleden, die moeten nog gemaakt worden, meneer voorzitter. Onze schuldpositie, ja, meneer voorzitter, want we moeten onze schuld ook aflossen. Onze schuldpositie is significant verlaagd van 165% van ons BNP tot 116% nu, 2023, meneer voorzitter. Ik herhaal nogmaals, vanaf 165% in 2020... onze schuldpositie van ons BNP nu naar 116% in 2023, meneer voorzitter. En dat zal geleidelijk aan verder verlaagd worden
naar die internationale norm, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, ons imago in de wereld is goed, is toegenomen, meneer voorzitter. En er is bereidheid in de wereld voor intensieve samenwerking met ons land. Er werd een herstelprogramma ingezet met aandacht voor economische stabilisatie, maar ook veel aandacht voor sociaal beleid en sociaal opvang. Meneer voorzitter, ik wil in dit verband erop wijzen dat in de begroting van dit jaar ruim 14,5 miljard is opgebracht voor subsidies en uitkeringen. Het nationaal herstelbeleid op basis van ons eigen herstelprogramma is echter ook beïnvloed door internationale ontwikkelingen. En zo vond de opleving van het economisch proces na de intensieve COVID-19-pandemie langzamer plaats dan werd verwacht, meneer voorzitter. En dat kunt u zelf vernemen in tal van internationale gezaghebbende rapporten. Niet alleen in Suriname, maar wereldwijd is dat zo. Meneer voorzitter, ondertussen waren de kosten voor aanvoer van goederen uit het Verre Oosten en Europa enorm gestegen, de zogenaamde supply chain cost. Deze zijn intussen verlaagd, maar niet naar het niveau van voor COVID-19-pandemie. Maar we zien inmiddels ook de stijging van prijzen van goederen en diensten en ook de toename van importinflatie in ons land, meneer voorzitter. Als gevolg van klimaatverandering ontstaan natuurrampen hebben ook onze economie doen stagneren en geresulteerd in kosten die niet voorzien waren. Vervolgens, meneer voorzitter, iedereen dacht aan heropstart met enthousiasme, werden wij opgeschrikt met een bilateraal conflict in Oost-Europa, die eerst uitgroeide tot een regionaal conflict en thans met een wereldwijde impact resulterend in toename van de olieprijs, schaarste aan voedsel en duurder wordende importen, etc. Voorzitter. De hele wereld dreigt terecht te komen in een economische recessie. Niet alleen ons land is onderhevig aan deze externe invloeden. Bijkans alle landen in de wereld zien prijzen omhoog gaan, inflatie toenemen en hun economie langzaam maar zeker achteruit gaan. Deze externe shocks noem ik niet als een excuus, meneer de voorzitter, maar als realiteiten van vandaag en gekoppeld met beperkte aanbod van vreemde valuta. Dat in vergelijking tot de vraag naar die valuta, welke een situatie creëert van een instabiele wisselkoers met prijsaanpassingen die het besteedbaar inkomen ernstig eroderen. Meneer voorzitter, een andere factor die bijdraagt aan de koersontwikkeling is namelijk de onrust. We hebben momenten gehad van ernstige onrusten die geleid hebben van gevoel van onveiligheid en angst. Vanuit verschillende ondernemingen, met name in de toerisme sector, zijn we als regering geïnformeerd van heel wat afzeggingen in de toerisme sector. En ook afzeggingen van investeerders die afspraken hadden lopen met de private sector vanwege de onrusten, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, ik zeg dit omdat we als samenleving ook rust nodig hebben. We hebben geen destabilisatie nodig, met name als we een rigoureus herstelplan uitvoeren om de economie weer op het juiste spoor te krijgen. In alle rust moeten we werken aan de ontwikkeling van het land. Want, meneer voorzitter, als toeristen Suriname niet meer zullen aandoen, gaat het zeker ook impact hebben op de inkomsten van de staat, op de economische ontwikkeling, maar ook de werkgelegenheid, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, tijdens de vele gesprekken in het kader van het vooroverleg
van de nationale dialoog in de afgelopen periode zijn veel waardevolle voorstellen aangedragen door verschillende organisaties, personen en instituten naar verschillende sectoren en gebieden toe, meneer voorzitter. Maar één onderwerp dat als rode draad liep bij alle gesprekken was het vraagstuk met betrekking tot de wisselkoers, meneer voorzitter. De voorzitter, de koers bepaalt de stabiliteit van de prijzen van goederen. En als stabiele koers is, dan geeft dat rust in bedrijven en huishoudens. En de gemeenschap heeft gelijk, meneer voorzitter. Het eerste en meest belangrijke doel dat de regering zich thans gesteld ziet is om die koers te stabiliseren. En dat vraagt om beleid. Dat vraagt om een pakket van maatregelen. Maar dat vraagt ook om een paar maatregelen die heel urgent uitgevoerd moeten worden. Die zeker ook gekoppeld moeten worden aan tal van regels. Meneer voorzitter, we zien namelijk dat er voldoende SRD in de samenleving in omloop gebracht moet worden om de economie stabiel te houden, meneer voorzitter. Maar niet te veel. En dat is het eerste waarvoor we moeten waken. Niet te veel, meneer voorzitter. Te veel SRD's in omloop leiden tot prijs- en koersstijgingen. En we moeten voorzichtig zijn met de nieuwe leningen, meneer voorzitter. Het ongecontroleerd lenen in het verleden is een van de belangrijke oorzaken geweest dat we vandaag in deze situatie zitten. Meneer voorzitter, ook al is er dringende behoefte om sociale uitgaven te blijven doen, dan nog is er voorzichtigheid geboden. Dat er niet te veel SRD's in omloop gebracht worden. En dat er voorzichtig omgesprongen moet worden. Met vraagstuk van leningen. We zijn er, meneer voorzitter, verder met en ieder over eens. Dat sociale uitgaven en subsidies gegeven moeten worden aan mensen die het echt nodig hebben. Subjectsubsidies in plaats van objectsubsidies en direct afbouwen van subsidies aan mensen die het niet nodig hebben. De voorzitter, het is aan de Centrale Bank van Suriname via het monetair beleid en de regering via het fiscaal beleid, via de begroting om deze belangrijke maatregelen uit te voeren. De voorzitter, het tweede aspect is dat we genoeg exportopbrengsten moeten hebben om onze importen te kunnen betalen. Sinds begin dit jaar, meneer voorzitter, importeren wij meer dan dat wij exporteren. Er ontstaat dan een tekort aan vreemde valuta. Als dan nog blijkt dat niet alle exportdeviezen naar Suriname komen en die deviezen niet beschikbaar worden gesteld voor de importen, dan ontstaat er inderdaad grote problemen, meneer voorzitter. We zullen dus meer moeten exporteren, zorgen dat alle exportopbrengsten terugkomen naar Suriname en zorgen voor voldoende vreemde valuta voor de noodzakelijke importen. Meneer voorzitter, de import van luxe goederen moet ontmoedigd worden. Al is het tijdelijk. En dat zal ook gebeuren, meneer voorzitter. En de vraag is of het echt nodig is om allerlei producten, zelfs producten die hier gemaakt worden, zeer simpel water bijvoorbeeld, ons eigen water, dat die allemaal geïmporteerd worden.
meneer voorzitter. En dan hoor je ook de vraag, meneer voorzitter, van de burgers en soms van gezaghebbende personen, maar dat er zoveel monetaire reserves bij de Centrale Bank van Suriname en waarom die niet ingezet worden. Meneer voorzitter, het is gelukkig waar, ja, dat de monetaire reserves, de internationale reserves, weer gegroeid zijn. Echter, tegelijkertijd zijn er zoveel schulden in vreemde valuta. Meneer voorzitter, en netto zijn die reserves niet zo groot als men denkt. Maar ook dan mag je niet aankomen. Ook dan mag je niet aankomen, omdat die zorgen voor de dekking van onze eigen munt, de SRD. Meneer voorzitter, dat die monetaire reserves groeien is een teken van herstel van de macro-economie, maar die middelen zijn niet vrij beschikbaar voor consumptieve doeleinden. Meneer voorzitter, in de afgelopen maanden merken we ook dat het vertrouwen gedaald is. En zeker als gevolg van berichtgeven, alsof het IMF de samenwerking met Suriname stopzetten. Ja, natuurlijk zullen zeker speculaties en onjuiste informatie leiden tot zodanige ongerustheid dat ook kleine spaarders hun kleine SRD's willen omzetten in valuta, omdat men niet weet wat die koers morgen zal zijn. En we hebben die statistieken gezien, meneer voorzitter, van de cambio's en de centrale bank. En er is een enorme toename, aanloop van personen om kleine bedragen om te zetten. Meneer voorzitter, die allemaal niet nodig zijn. De voorzitter, besprekingen met IMF zijn aan de gang. En er wordt dagelijks gesproken. Ja, en er zijn wat vertragingen en uitdagingen die opgelost moeten worden. En daarvoor hebben we een technisch team. Daarvoor hebben we een ministerieel team dat goed onderhandelt met het technisch team van het IMF, meneer voorzitter. Maar zowel ons land als het IMF zijn gecommitteerd om die samenwerking voort te zetten, meneer voorzitter. En dat die samenwerking gebaseerd is op een samenwerkingsovereenkomst. De afbouw en ombuiging van subsidies, het beperken van leningen, het niet mogen vastzetten van de koers. Meneer voorzitter, en dat de Centrale Bank van Suriname alleen onder strenge voorwaarden mag interveneren. Dat zijn allemaal zaken die onder andere het resultaat zijn van de samenwerking met IMF. Meneer voorzitter, en dit zult u ook allemaal herkennen in ons herstelplan, ook in de begroting die we recentelijk hebben goedgekeurd. Maar meneer voorzitter, we kunnen wel zeggen dat in het kader van de herstel, van het herstel van onze economie, het weer op spoor brengen van onze economie, we inderdaad als gevolg van die samenwerking met het IMF heel wat zaken niet mogen. Dat we inderdaad wat beperkingen hebben. Maar daarnaast, meneer voorzitter, zijn er wel heel wat zaken die we wel kunnen doen. En die wel mogen doen. En die we ook zullen doen. Meneer voorzitter, in het kader van de koersbeheersing. Meneer voorzitter, en daarom wil ik, meneer voorzitter, uw geacht college, een pakket van urgente en noodzakelijke maatregelen voorhouden, welke de regering besloten heeft om op zeer korte termijn te treffen. Een pakket van urgente maatregelen om die koers te stabiliseren
Omdat wij als regering ook beseffen dat er ingegrepen zal moeten worden, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, het is in dit licht dat u thans een pakket van maatregelen voorhoudt, welke moet bijdragen om die rust op de valutamarkt te herstellen en die koers onder controle te krijgen. Voorzitter, het zal een pakket van maatregelen zijn voor korte termijn. En dat zal de eerste fase zijn van een pakket van maatregelen, welke zal duren tot eind van dit jaar, meneer voorzitter, om die koers volledig onder controle te krijgen. En daarna met een pakket van maatregelen voor de korte en middellange termijn om de economie sneller op spoor te krijgen, meneer voorzitter. En natuurlijk willen we allemaal dat we met duurzame maatregelen ook de koers kunnen terugdringen naar het niveau wat acceptabel is voor onze maatschappij, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, ik begin met de monetaire maatregelen waartoe de regering heeft besloten. 1. Er zal instructie gegeven, en nogmaals meneer voorzitter, laat me dat vooraf zeggen, dat er vele maatregelen al eerder getroffen zijn. In het platform koersbeheersing, koersstabilisatie. En we hebben gezien hoe dat uitgepakt heeft. We hebben ook dat geëvalueerd. Dus bepaalde van de maatregelen zijn ook op basis van een stukje evaluatie geweest, meneer voorzitter. En eerste maatregelen, welke aan ik aan uw college wens voor te houden, meneer voorzitter, is de instructie aan de justitiële autoriteiten en de politiële autoriteiten om de illegale handel in vreemde valuta, als ook wisselkantoren die zonder een geldige vergunning opereren, aan te pakken. En we zullen niet toestaan, meneer voorzitter, dat Surinaams volk door illegaliteit wordt verarmd. Er komt een taskforce onder leiding van het Openbaar Ministerie voor de aanpak van deze economische onzekerheid en economische criminaliteit, meneer voorzitter. Naast dit pakket van monetaire maatregelen zullen ook voorzieningen getroffen worden om de leiding van de centrale bank te versterken, meneer voorzitter, voor het strakker aansturen van het monetair beleid met gezag en met concrete acties en maatregelen conform de bankwet, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, de ruimte voor het verstrekken van kredieten door het bankwezen wordt verkleind door een noemenswaardige verhoging van het SRD kasreservepercentage. De kredietgroei van banken wordt gemaximaliseerd. De voorzitter, deze maatregelen zullen de omvangrijke particuliere kredietverlening terugdringen. En ze gaan alleen al komende maand, meneer de voorzitter. De voorzitter, naast de uitvoering van de reguliere openmarktoperaties met termijndeposito's en de centrale bankcertificaten wordt de optie van een waardevast beleggingsinstrument zoals de toenmalige provisiecertificaten ook geïnitieerd, meneer voorzitter, zodat burgers een aantrekkelijke waardevast optie hebben voor het beleggen van hun SRD. Meneer voorzitter, de Centrale Bank van Suriname werkt met het bankwezen aan een betere rentetransmissie
waardoor het voor spaarders aantrekkelijker wordt om in SRD's te sparen in plaats van te vluchten naar vreemde valuta, meneer voorzitter. De voorzitter, het toezicht op banken en wisselkantoren wordt opgevoerd en verscherpt. De regelgeving met betrekking tot koersmarges, de verklaring en onderbouwing van afwijkende wisselkoersen, als ook de afstorting van bankcliënten, wordt aangescherpt, meneer voorzitter. En de bedoeling is om het valutaverkeer efficiënter te maken en de aankoop van vreemde valuta bij niet-bevoegden in te dammen. De voorzitter, eind maart, dat is straks, vaardigt de Centrale Bank van Suriname hierover een circulaire uit. De twee monetaire autoriteiten, te weten de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van Financiën en Planning, hebben regulier overleg ingezet tot afstemming van het monetair en fiscaal beleid, mede tot doel om wisselkoers te stabiliseren. En dit zal geïntensiveerd worden, meneer voorzitter. In het bijzonder worden overheidsbestedingen uit de begroting en liquiditeitsafroeming door de Centrale Bank van Suriname op elkaar afgestemd. De voorzitter, de Centrale Bank van Suriname heeft inmiddels ook al overleg gehad met het Openbaar Ministerie in zaken acties tegen de illegale valutahandel. Een belangrijke uitdaging is, meneer voorzitter, ook op basis van het recente verleden, dat zulke operaties zeer confidentieel worden uitgevoerd om maximaal bewijslast te verkrijgen, meneer voorzitter, omdat uit het recente verleden ook gebleken is dat er vooraf lekkages waren in zulke operaties, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, wij willen de personen die hiervoor verantwoordelijk zijn, juridisch met voldoende zekerheid aanpakken en voldoende bewijslast vergaren om hun voor de rechter te brengen, meneer voorzitter. Zo kan het niet doorgaan. Meneer voorzitter, veel van de begrotingsmaatregelen zullen heel herkenbaar zijn, omdat ze vrijwel allemaal recent tijdens de begrotingsbehandelingen uitvoerig aan de orde kwamen. Ze hebben tot doel om de overheidsinkomsten te hervormen en te verhogen. Meneer voorzitter, acties om voldoende middelen binnen te halen werd door de regering de afgelopen week uitvoerig en concreet besproken en goedgekeurd. En ik zal u een paar van de maatregelen voorhouden, meneer de voorzitter, in de fiscale sfeer. De voorzitter, voor wat betreft de BTW-implementatie worden extra maatregelen genomen om de capaciteit tot inning en de organisatie om te kunnen innen te versterken met technische bijstand uit Nederland. CARTAC, het IMF-agentschap voor het Caribisch gebied, assisteert met upgrading van het Asakuda-systeem, waarbij deze maand nog een UNCTAD-missie voor een jaar komt naar Suriname, om onze fiscale autoriteiten te ondersteunen, meneer voorzitter. Het ICT-systeem van de directe belastingen is vernieuwd, zodat thans aangiftes nu online kunnen, meneer voorzitter. De invorderingsachterstanden die worden op dit moment ingelopen en de regering heeft daarvoor ook de incentives aangepast naar de medewerkers, ook van de Belastingdienst, meneer voorzitter. En ook daar wordt
met capaciteitsversterking de achterstanden ingelopen, zodat de staat meer inkomsten kan genereren. En vanavond nog, meneer voorzitter, wordt een aanvang gemaakt met het project om de Belastingdienst, inclusief de douane, om te bouwen naar een semi-autonomous revenue agency, afgekort SARA. Het belastingvrijstellingenbeleid wordt ook aangepast, meneer voorzitter. En op 7, en ik hoop dat men goed luistert, meneer voorzitter, ook daarbuiten. Op 7 april 2023 vervalt de beschikking voor bedrijfsmiddelen en er komen nieuwe richtlijnen. Dit zal ons ruim 400 miljoen SRD voor dit jaar nog opleveren, meneer voorzitter. De overvlieggelden zijn reeds aangepast aan de internationale standaarden en gaan per 1 mei 2023 in. De resolutie wordt deze week gepubliceerd. De inkomsten voor dit jaar wordt geschat op 420 miljoen SRD. De voorzitter, de royalties op de kleinschalige goudsector worden per 1 april 2023 verhoogd van 4,5% naar 5,5% met meer opbrengsten voor 2023 van 224 miljoen SRD. En zoals het herstelplan is aangegeven, meneer voorzitter, zal dit geleidelijk aan verder verhoogd worden de komende periode tot naar 7,5%, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, de grondhuurtarieven zijn aangepast en ze kunnen, zoals het omschreven is, in het staatsbesluit nog dit jaar geïnd kunnen worden, meneer voorzitter. Natuurlijk willen we een efficiënte en vlotte inning en zal het GLIS worden aangewezen als inningsautoriteit en de inkomsten uit hoofde van deze maatregelen die zijn geraamd op SRD 1 miljard, meneer voorzitter. Het zijn allemaal forse verhogingen van de grondhuur en erfpacht, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, grondconversie is op de begroting van 2023 opgenomen en goedgekeurd voor SRD 500 miljoen aan inkomsten. En we kijken uit naar de afhandeling van deze wet in uw graag college, meneer voorzitter. De voorzitter, voor hout en vis worden exportprijzen aangepast naar meer realistische, hedendaagse, waardoor de inning van exportheffing zal toenemen met minstens 50 miljoen SRD per jaar. De voorzitter, we hebben als regering ook goedgekeurd de concessierechten op goud, op hout en op zandaangraving, meneer voorzitter. En deze verhoging zal ook bijdragen aan meer inkomsten voor de staat, meneer voorzitter. Maar we hebben nog uitdagingen. Meneer voorzitter, de subsidie op elektriciteit en kookgas kost de gemeenschap ruim 100 miljoen US dollar, meneer voorzitter. Per jaar 100 miljoen US dollar per jaar, meneer voorzitter. Dat is niet vol te houden. We zullen kwetsbare groepen blijven subsidiëren, meneer voorzitter, met subsidie, met subjectsubsidie en de subsidie aan financieel draagkrachtigen
zal worden afgebouwd. Het doel is om 1 miljard SRD minder subsidie te betalen, meneer de voorzitter. Hiervan is door afspraken met staatsolie al 310 miljoen SRD al opgelost, zonder dat de gevolgen hiervan hoeven te worden afgewenteld op de consumententarief, meneer voorzitter. De regering neemt deze week nog besluiten over verdere afbouw van de subsidie, zonder dat kwetsbare groepen getroffen zullen worden, meneer voorzitter. Laat mij dat benadrukken. De subsidie op gasoline en diesel aan de pomp is volledig afgebouwd. En er is een nieuw prijsmechanisme ingevoerd. Het ministerie van Financiën en Planning stelt via de Volkskredietbank vreemde valuta beschikbaar tegen de geldende genoteerde verkoopkoers van de centrale bank, meneer voorzitter. En de tegenwoordige wordt gebruikt voor de lopende uitgaven van de staat. Meneer voorzitter, hierdoor kunnen we heel wat importeurs voorzien. Met name importeurs van essentiële goederen, maar ook de olieimporteurs van dollars, van valuta, tegen de gangbare koers. Meneer voorzitter. Meneer voorzitter, door de dollars te verkopen in de markt en niet aan de centrale bank, vindt er geen geldschepping plaats en er staat er ook geen inflatie en of koersdruk. Deze operatie, meneer voorzitter, is monetair neutraal en ondersteunt de wisselkoers. Van september 2022 tot en met maart 2023 is op deze manier ruim $75 miljoen verkocht aan importeurs van voornamelijk brandstofimport, voor meel, medicamenten en andere essentiële goederen, meneer voorzitter. Om de samenleving te kunnen voorzien van voldoende voedsel, medicijnen, meneer voorzitter, en brandstof. Meneer voorzitter, zoals ik u eerder mededeelde, is het belangrijk dat alle door Suriname verdiende deviezen ook daadwerkelijk naar Suriname komen en dat die beschikbaar zijn voor de behoeften van de gemeenschap. Meneer voorzitter, en daarbij wordt niet verlangd dat 100% van de deviezen afgedragen wordt, zoals elders en zoals ook in ons land in het verleden, meneer voorzitter. Dat was normaal. De gedachte daarachter is dat de vreemde valuta niet toebehoort aan de exporteur, meneer voorzitter, maar aan de Surinaamse economie. Ten behoeve van de noodzakelijke importen. Meneer voorzitter, de exporteur daartegenover heeft recht op de tegenwaarde in SRD's. Tegen de gangbare bankkoers. Meneer voorzitter. Meneer voorzitter. De deviezencommissie heeft diverse algemene beschikkingen uitgevaardigd met betrekking tot implementatie van de retentieregeling voor exporteurs. Wij vragen dat de exporteurs minimaal 35% van de deviezenverkoop, meneer voorzitter, overdragen voor die economie, voor die import van essentiële goederen. En die andere 65% mogen zijn vreemde valuta behouden. Meneer voorzitter. Meneer voorzitter, bij de toepassing van de retentieregeling blijkt ook dat we gevallen hebben dat exporteurs vaker ook
onderfactureren en onvoldoende of geen afdracht plegen. Meneer voorzitter, het niet naleven van de retentieverplichting levert een economisch delict op in gevolge de wet economische delicten waarbij sancties zullen worden opgelegd. Er is afstemming gepleegd met het Openbaar Ministerie dat het optreden tegen exporteurs die zich niet houden aan de retentieverplichting. Meneer voorzitter, en waar nodig zal het Openbaar Ministerie zelf beslissen of ze strafrechtelijk vervolgd gaan worden. Meneer voorzitter, de banken zijn aangeschreven om erop toe te zien dat de retentieregeling door de exporteurs strikt wordt nageleefd. Bij weigering tot afdracht zal de bank dat onmiddellijk moeten doorgeven aan de deviesencommissie en de Centrale Bank van Suriname, waarna deze aangelegenheid wordt overgedragen aan het Openbaar Ministerie voor afhandeling. De voorzitter, uitdrukkelijk is ook aan de banken medegedeeld dat het niet naleven van de retentieverplichting een economisch delict oplevert conform de wet op economische delicten. Er is een retentie monitoring unit in het leven geroepen die alle informatie bijhoudt en wij verwachten nog deze week dat het eerste pakket aan documentatie opgestuurd zal worden naar het Openbaar Ministerie, meneer de voorzitter. Na de regulering ter zake de vrije verkoop van vreemde valuta door deviesebanken en wisselkantoren. Hier zal er ook instructies komen en hier zullen we ook een pakket van maatregelen moeten treffen, meneer de voorzitter. Alle verkooptransacties van vreemde valuta vallen onder toezicht van de Centrale Bank van Suriname en zullen in samenwerking met de deviesencommissie nader gereguleerd worden. Voor een korte termijn, meneer voorzitter, houdt de nader regulering het volgende in. Verkoop van vreemde valuta aan personen, te weten natuurlijke personen en rechtspersonen die goederen en diensten importeren, zal uitsluitend toegestaan worden uit hoofde van het transactiemotief, blijkend uit een origineel onderliggend document waaruit de vreemde valutaverplichting blijkt. Dit wordt nader uitgewerkt met goede voorlichting naar de samenleving, meneer voorzitter. Alle verkooptransacties van vreemde valuta voor binnenlandse transacties zijn uitsluitend toegestaan voor goederen en diensten die door de deviesencommissie zijn toegestaan, respectievelijk zijn vrijgesteld om de prijs in vreemde valuta te noteren en te ontvangen of uit hoofde van een overeenkomst als onderliggend document waaruit nadrukkelijk de vreemde valuta verplichting blijkt. De voorzitter, zullen nog meer regulerende maatregelen getroffen worden. Alle verkooptransacties van vreemde valuta in verband met het reizigersverkeer zijn uitsluitend toegestaan middels een onderliggend reisdocument en een kopie visum indien van toepassing. Ook dit wordt nader uitgewerkt en het goed doorgecommuniceerd met de samenleving en de reisbureaus ter voorkoming van onduidelijkheden en ongerief. Meneer voorzitter. Alle verkooptransacties van vreemde valuta aan natuurlijke personen en rechtspersonen
voor verplichtingen in het buitenland, voor onder andere studenten en of andere doelgroepen, zijn uitsluitend toegestaan middels onderliggende documenten waaruit de noodzaak blijkt en de relatie tot de ontvanger in het buitenland. Ook hier zullen de duidelijke richtlijnen volgen en goed gecommuniceerd worden met de voorzitter. De voorzitter, alle overige noodzakelijke verkooptransacties van vreemde valuta uit hoofde van het transactiemotief dienen van een onderliggend document te zijn voorzien. De verkoop van vreemde valuta aan exporteurs is slechts mogelijk na een toestemmingsbesluit van de deviesencommissie. De toestemming is uitsluitend per transactie, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, exporteurs dienen de niet-retentie gerelateerde valutaopbrengsten uitsluitend te verkopen aan de deviesebanken en of wisselkantoren die onder toezicht staan van de Centrale Bank van Suriname. Van deze valutaverkopen wordt er wekelijks een digitaal overzicht gerapporteerd aan de Centrale Bank van Suriname en de deviesencommissie met kopieën van onderliggende documenten. Het aanbieden van hetzelfde onderliggend document door de koper aan meerdere deviesenbanken of wisselkantoren voor de aankoop van vreemde valuta is niet toegestaan en het toezicht en de naleving hiervan zijn conform de wet economische delicten. Meneer voorzitter, de volgende maatregelen hebben betrekking op het ordenen van de handel en zullen per 3 april 2023 door het ministerie van Economische Zaken worden geïmplementeerd. De import van auto's zal gereguleerd worden door die vergunningplichtig te maken. Voor de import van een auto of bus moet ontheffing aangevraagd worden indien de auto ouder is dan 8 jaar en de bus ouder dan 15 jaar, meneer voorzitter. En er komt een administratieve fee voor de behandeling van elke vergunning. Er komt een importrestrictie voor de invoer van auto's voor het jaar 2023, welke een tijdelijke maatregel zal zijn, zoals ik eerder heb aangegeven, meneer voorzitter. Alle maatregelen hebben een tijdelijk karakter en de tijdlijn heb ik al aangegeven. Meneer voorzitter, de importrestrictie op voertuigen zal middels een notificatie gaan naar handelspartners in het buitenland. Alle importen en exporten zullen gaan via het Suriname Electronic Single Window Systeem, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, door het verplicht te stellen dat het indienen van alle documenten voor import-export via de single window moet, zal dit resulteren in het overzichtelijker maken van de importen en exporten. Dit zal leiden tot een meer volledige en eenduidige administratie en financiële afwikkeling van importen en exporten. Meneer voorzitter, we hebben ook geluisterd naar de klachten in de samenleving over de prijzen in de winkels. En de winstmarges die daarvoor gelden. Per 3 april 2023 worden de winstmarges voor de basisgoederen teruggebracht van 25% naar tussen 10 en 15%, meneer voorzitter. De lijst van de basisgoederen zal worden uitgebreid naar 40, waar eveneens lokale producten zullen worden opgenomen. De geldende winstmarge voor de basisgoederen zal landelijk 15% bedragen, meneer voorzitter.
De winstmarge voor geneesmiddelen, die worden ook aangepast. Prijscalculaties zullen worden onderzocht en geverifieerd. En zo nodig worden er nadere richtlijnen gegeven tot het bepalen van prijzen. Ook hier zullen er goede communicatie komen, meneer de voorzitter, naar de samenleving, naar de winkeliers en naar de importeurs en de verkopers van producten. Meneer de voorzitter, de schuldherschikking. Want het hele pakket van maatregelen wat we treffen, moet u integraal zien, moet u holistisch zien, moet u zien als er zijn maatregelen die op elkaar afgestemd moeten zijn, om inderdaad het maximale effect daaruit te kunnen krijgen. En zo ook het treffen van de schuldherschikking, meneer voorzitter. Want als je die schuldherschikking niet heeft, dan zijn alle projecten die overeengekomen zijn met de landen met wie je een schuld hebt, die liggen stil. En zo liggen vrijwel alle projecten van heel wat Europese landen stil, van Israël stil, van China stil, van India stil, omdat er nog geen schuldherschikking is. Dus op het moment dat die schuldherschikking bereikt is, kunnen we doorgaan met al die projecten die een stukje status hebben van standstill. En daarom is het belangrijk dat we zo snel mogelijk die schuldherschikking bereiken om die lopende projecten te kunnen uitvoeren. Die ook bijdragen aan een stukje werkgelegenheid, die ook bijdragen aan een stukje ontwikkeling. Meneer voorzitter, in juli 2020 was de effectieve staatsschuld ruim 3,9 miljard US dollar, meneer voorzitter. De totale effectieve staatsschuld bedroeg per eind januari 2023 voor wat betreft het buitenland 2,4 miljard Amerikaanse dollar en voor wat betreft de binnenlandse schuld 0,7 miljard Amerikaanse dollar, samen 3,1 miljard Amerikaanse dollar, meneer voorzitter. Onze schuldenratio ten opzichte van het BNP was in 2020 165%, zoals ik eerder heb aangegeven, welke thans door de getroffen maatregelen nu teruggebracht zijn naar 116%. Meneer voorzitter, vanwege de hoge schuldenlast, betaling op jaarbasis en het feit dat circa 88% van de schulden in vreemde valuta zijn, met onstabiele wisselkoersen en beperkte inkomsten van de overheid, moeten de schulden herschikt worden. De stand van zaken met betrekking tot schuldherschikking, buitenlandse schuld, is als volgt. Persclub, achterstallige schuld en schuldenlast over 2022 tot en met 2024 zijn herschikt. Meneer voorzitter, en die van 2024 worden nog in 2024 besproken. De bilaterale overeenkomst met Nederland, Frankrijk en Israël, allemaal landen die behoren tot de persclub, zijn al getekend. Dus hier ontstaat er alvast ruimte om door te gaan met de projecten die allemaal in feite stil lagen. De bilaterale overeenkomst met Italië is nog niet getekend, omdat met land nog overeenstemming bereikt moet worden om de variabele rentevoet tot een vaste rentevoet te maken bij de herschikking. Dit is nog pending. Meneer voorzitter, en dit is ook overeengekomen met de andere landen. De schuldherschikking met India, meneer voorzitter, er is overeenstemming bereikt over de bilaterale schulden met betrekking tot credit lines. De herschikkingsovereenkomst is getekend door Suriname en wordt opgestuurd naar India. India moet nog goedkeuring geven over de herschikking van schulden
met een staatsgarantie, de zogenaamde buyers credits en de draftovereenkomst opsturen. De schuld, herschikken met China, meneer voorzitter, de gesprekken met Volksrepubliek China worden verder geïntensiveerd op diplomatiek en politiek niveau. En binnen afzienbare tijd zal een gesprek komen tussen de Exim Bank en de overheid van China en Suriname om te komen tot een herschikkingsovereenkomst. Inmiddels is door de Chinese autoriteiten, meneer voorzitter, een sterke letter of assurance van China gestuurd voor de voortgang en waarbij er voor de voortgang van het IMF-programma wordt toegezegd. Dan hebben we nog die grote schuld, meneer voorzitter, bij de bondholders. Suriname meer bekend als Oppenheimer, maar die is er nu niet. Dus laten we die naam nu ook nu gaan gebruiken. Maar de bondholders die worden nu geleid in de onderhandelingen door het bureau wat ingehuurd is, Lazard en White & Case, juridisch kantoor. En er wordt ernaar gestreefd, meneer voorzitter, om een deal te hebben met de bondholders. Zeer binnenkort. En natuurlijk wordt er geanticipeerd op de FID voor de offshore olie, meneer voorzitter. Maar wij gaan door met de onderhandeling. En we hopen zeer binnenkort ook overeenstemming te hebben bereikt met deze bondholders. En de voordelen hierbij zullen zijn dat Suriname sneller kan werken aan het herstructureringstraject, meneer voorzitter. En zeker voor wat betreft de FID opent dat een nieuwe weg naar eventuele nieuwe internationale commerciële crediteuren en investeringen. De voorzitter, beoogde tijdlijn is om in april met de bondholders in Washington verder te praten met het doel om zo spoedig mogelijk te komen tot een deal. Dan hebben we nog andere commerciële crediteuren, meneer voorzitter. Na de overeenkomst met de bondholders vindt de herschikking plaats op basis van gelijke parameters met de ABN AMRO Bank, met Israël Discount Bank en de Credit Suisse. De stand van zaken met betrekking tot de schuldherschikking, binnenlandse schuld, meneer voorzitter, ook daar hebben we een hele hoge schuld, ziet er als volgt uit. De schuld van de centrale bank van SRD 11,3 miljard moet dit jaar herschikt worden, meneer voorzitter. De conceptovereenkomst is bij de centrale bank voor feedback. Enkele leningen aan de banken, de lokale banken, zoals de Hagerenbank, ook DSB, Finabank, Trustmaatschappij, met achterstallige betalingen, die moeten nog herschikt worden, meneer voorzitter. En we kijken uit naar modaliteiten hoe we dat kunnen doen op basis van cashflow projecties voor 2023. Meneer voorzitter, hebben we het aspect van schatkistpapier. Daar worden achterstaande deals al afgewikkeld en de rest is herbelegd. En wanneer de overheid voldoende middelen heeft, zullen de betalingen op dit instrument plaatsvinden. Meneer voorzitter, met dit overzicht wil ik aangeven dat de regering goede voortgang heeft geboekt bij de herschikkingsoperatie, welke noodzakelijk is om ook de druk en allocatie van onze valuta-inkomsten goed te managen. Dit zal bijdragen aan onze creditrating
en risk profile als land, maar ook de koersstabilisatie bevorderen. Voorzitter, het programma dat wij met steun van het IMF uitvoeren is een stabilisatieprogramma om te komen tot stabilisering van de macro-economie. Meneer voorzitter, en daarom is het goed om ons eigen herstelprogramma completer uit te voeren, omdat hier rekening mee wordt gehouden voor een vlotte vooruitgang en dat er meer nodig is dan een stabilisering op macro-economie, maar dat we ook willen dat er sprake is van economische groei en ook willen dat er sprake is van die werkgelegenheid die moet ontstaan. Meneer voorzitter, vandaar dat in het herstelplan circa 80 van de maatregelen opgenomen zijn die te maken hebben met het wederoppakken van de economische bedrijvigheid. Een tweede belangrijke algemene opmerking is dat dat er nog een sociaal programma ook uitgevoerd wordt. Meneer voorzitter, een belangrijk onderdeel van het integraal pakket van maatregelen is namelijk dat we doorgaan met het scheppen van zinvolle werkgelegenheid door de groei van bedrijven en bijzonder micro, klein en middelgrote bedrijven, meneer voorzitter. En daarvoor zijn er verschillende fondsen in het leven geroepen. Zoals NOVA-fonds, productiefonds, KMO-fonds, om daar onze ondernemers te stimuleren om te gaan investeren in hun bedrijven, in hun bedrijfsactiviteiten, zodat daardoor ook werkgelegenheid kan ontstaan, meneer de voorzitter. Tal van maatregelen zijn als onderdeel van het herstelplan reeds getroffen of zijn in uitvoering, zoals de instelling van financieringsfondsen. Het herstel van productieinfrastructuur in onder meer agrarische gebieden, het verschaffen van financiering voor doorstart van bedrijven zoals FAI en SLM moeten we niet vergeten, meneer voorzitter. Wat zijn tal van maatregelen die de regering ook treft om daar ook in die parastatale een reorganisatie te brengen. De doorlichting is al geweest. En daar moeten we ook gerichte maatregelen, pakket van maatregelen treffen, meneer voorzitter, maar daarover een andere keer. Meneer voorzitter, de quick wins zijn daar, waar capaciteit en kennis aanwezig zijn om snel tot productie te komen. En met name in de agrarische sector, die zich uitstekend hiervoor leent. Meneer voorzitter, het ministerie van Economische Zaken zal onmiddellijk, met onmiddellijke ingang, de campagne gericht op het kopen van Surinaams product intensiveren. Terwijl het ministerie van LVV zich inzet op het benutten van capaciteit en kennis om importproducten te vervangen. Via afnamegaranties kunnen importproducten in voedselpakketten vervangen worden door lokale producten. De wereldwijde stijging van voedsel en transportprijzen zijn een kans die we actief behoren te benutten, meneer voorzitter. Maar plaatst u dit ook tegen de achtergrond van het beleid dat goedgekeurd is door de staatshoofden van CARICOM. Dat by 2025 there must be a reduction of food import by 25%. En 2025 is daar. En als land moeten we ook uitvoering geven van het CARICOM-beleid. Door meer lokale producten te gaan gebruiken, meneer de voorzitter. En ik doe een dringend beroep op de gemeenschap om te kiezen voor een Surinaams product. En we zullen als regering die productie stimuleren om werkgelegenheid en inkomen ook te creëren, meneer de voorzitter.
Maar natuurlijk, als er onvoldoende afzetgarantie is, als er onvoldoende afnamegarantie is, dan ga je inderdaad factoren hebben die niet stimulerend gaan zijn. En ik heb met de minister van LVV en Economische Zaken gesproken, dat er zo snel mogelijk beleid gepresenteerd wordt, in nauwe samenspraak met alle stakeholders in de agrarische sector, om die garantie te bieden door eerst te identificeren welke producten in het voedselpakket moeten komen. En de prijsgarantie en die afnamegarantie, zodat daarmee ook de lokale productie kunnen stimuleren, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, op die manier zullen we ook een bijdrage leveren aan ook aan zijn eigen nationale productie, aan zijn eigen nationale producten, maar ook dat onze Surinamers weer geld kunnen gaan genereren door meer te gaan produceren op basis van zekerheden, ook aangeboden aan hun vanuit de ministeries. En ik roep speciaal de Surinaamse bevolking op, met name zij die de maandelijkse ondersteuning ontvangen, om dit bedrag met name te gebruiken voor de geproduceerde Surinaamse producten. Meneer voorzitter, het sociaal vangnet is een integraal pakket van maatregelen en heeft als doel om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare groepen, maar ook de gemiddelde burger, niet in een uitzichtloze situatie terechtkomt. Het sociaal vangnet bestaat onder andere uit de 4 sociale voorzieningen. AOV, AKB, financiële bijstand voor zwakke huishoudens en financiële bijstand voor personen met een beperking. En vanaf ons aantreden als regering, meneer voorzitter, is er continu gekeken hoe wij de noden van de samenleving kunnen verlichten. De AOV is in eerste instantie van SRD 525 verhoogd naar 750 SRD, meneer voorzitter, en vervolgens in juni 2021 te verhogen naar 1000 SRD en vanaf 1 maart 2022 tot op heden verhoogd naar 1250 SRD, meneer voorzitter. Algemeen kinderbijslag is ook verschillende malen verhoogd. Eerst van 50 SRD naar 75 SRD in 2020. Dan in juni tot op heden 125 SRD per kind voor een gezin van maximaal 4 kinderen. De financiële bijstand voor personen met een beperking is verhoogd van 325 SRD naar 500 SRD in 2021. Om weer verhoogd te worden van 1 juni 2021 naar 750 SRD. En per 1 maart 2020 tot op heden is dat verhoogd naar 1750 SRD. Meneer voorzitter. De financiële bijstand zwakke huishoudens is substantieel verhoogd van 33 SRD naar 500 SRD per november 2020. En vervolgens verhoogd naar 1000 SRD per juni 2021. En vanaf maart 2022 tot en met heden is dit bedrag vastgesteld op 1250 SRD, meneer voorzitter. De verschillende uitkeringen zijn bijkans 4 keren verhoogd. En dit zijn forse maar noodzakelijke verhogingen geweest. En meneer voorzitter, alleen aan deze 4 financiële uitkeringen is er een bedrag van 1,4 miljard SRD uitgegeven per begrotingsjaar. Daarvoor is het belangrijk. Maar soms krijg je het gevoel alsof er onvoldoende gedaan wordt naar de samenleving met dat sociaal programma. En we weten dat het meer moet. Maar laat men ook zien dat er wat gedaan wordt, meneer voorzitter. En vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zijn ook de achterstanden ingelopen, welke terugdateren tot 2019, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, verder behelst het sociaal vangnet ook voeding voor de opvanginstellingen, kwetsbare gezinnen, schoolpakkettenproject, schoolvoeding, schooltassen, etcetera, etcetera.
aan GLOW, VUN, VUS, leerlingen over residentiële opvang instellingen zwakke huishoudens, meneer voorzitter. Het sociaal vangnet is al in uitvoering en zal worden gecontinueerd. Als regering wordt er continu gekeken naar de mogelijkheden om de noden bij het volk te verlichten. De regering heeft besloten in januari 2023 het sociaal programma in te voeren. En ik hoop dat u goed onderscheid maakt, meneer voorzitter, het sociaal vangnetprogramma en sociaal programma, meneer voorzitter. Voor het uitvoeren van het sociaal programma is er in de regeringsraad goedgekeurd een bedrag 1,2 miljard SRD. De voorzitter, het sociaal programma houdt in dat er een koopkrachtversterking van SRD 1800 wordt gegeven aan kwetsbare gezinnen met een inkomen van minder dan 6000 SRD bij de overstap van object naar subject subsidie. Dit betekent de facto dat de overheid een deel van het verbruik van de diensten als elektriciteit, water, etc. voor een groot deel van de samenleving zelf zal betalen. De koopkrachtversterking behelst over 7 goederen en diensten te weten: water, elektriciteit, brandstof, kookgas, transport, basisvoeding en medicamenten. En op basis van statistieken is er een indicatie al gemaakt dat met sociaal programma ongeveer 60.000 gezinnen in aanmerking zullen komen voor de koopkrachtversterking. De inkomensgrens per gezin is vastgesteld op 6.000 SRD. Of minder, meneer voorzitter. Vanaf januari 2023 zijn de eerste doelgroepen uitbetaald. Het gaat in deze om mensen welke reeds in het sociaal vangnet van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting reeds waren. Te weten mensen met een beperking en sociaal zwakke huishoudens. Ze hebben via hun moneycarta een transactie ontvangen. En het gaat in deze om 12.333 moneycarta houders. De komende weken komen nog 4500 gezinnen die reeds in het bestaan van sociale zaken zijn, om in aanmerking te komen voor die moneycarta. Dus ruim 17.000 moneycarta houders genieten, meneer voorzitter, de SRD van 1800 maandelijks reeds al. Zoals aangegeven is er voor het sociaal programma SRD 1,2 miljard goedgekeurd door de regering. Tot op heden is voor de koopkrachtversterking over 3 maanden, dat is januari tot en met maart 2023, een bedrag betaald van SRD 97.740.000, meneer voorzitter. Voor de implementatie van het sociaal programma is er SRD 43,3 miljoen uitgetrokken om dit project op haar voeten te krijgen. Voor de fysieke en online registraties zijn in volle gang. De verschillende districten in de kustvlakte zijn reeds aangedaan. In het binnenland worden nu al voorbereidingen getroffen om daar ook de fysieke registraties te starten. Als regering is er verder gekeken waar er nog ingespeeld kan worden om de noden van de kwetsbare gezinnen binnen de samenleving te verlichten. En er is gekeken naar een overbruggingsmaatregel welke voor de hand ligt terwijl er gewerkt wordt aan de duurzame structurele oplossing. De overbruggingsmaatregel is door de regeringsraad goedgekeurd en bestaat uit het om de samenleving, de kwetsbare groepen, te voorzien van voedselpakketten, basisgoederen, meneer voorzitter, en de registratie zal geschieden in nauwe samenspraak met buurtorganisaties,
religieuze organisatie en andere organisatie, meneer voorzitter, besloten is dat er landelijk 80.000 voedselpakketten verstrekt zullen worden. Over deze overbruggingsmaatregel, meneer voorzitter, als onderdeel van het sociaal programma is ruim 92 miljoen SRD uitgetrokken. Het geven van voedselpakketten is een overbruggingsmaatregel en het moet gezien worden in het kader van korte termijn urgentieaanpak, meneer voorzitter. En met particulieren zijn we ook bezig, meneer voorzitter, om modaliteiten uit te werken om ook goedkope voedsel te brengen in de leefgemeenschap in de verschillende wijken. Meneer voorzitter, met het model van de food basket, welke al in verschillende resorten en wijken al operationeel is en de prijzen drastisch lager liggen, meneer voorzitter. En de kracht van die food basket is dat de producten rechtstreeks van de importeur gebracht worden naar die gemeenschap. Die gemeenschap ook betrokken wordt bij het verpakken, zodat die kosten daar laag blijven. En lager dan de andere zaken, meneer voorzitter. En deze zaken stimuleren ook dat de burger goedkoop aan producten kan komen. En dat is ook wat wij als regering doen, public-private samenwerking, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, het is de bedoeling dat wij richting een duurzame structurele aanpak gaan. En dat is het geven van koopkrachtversterking van SRD 1800 middenzet Social Beneficiary System, welke vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is ontstaan. De afgelopen periode zijn er verschillende gesprekken gevoerd in het kader van voorbereiding op het Nationaal Dialoog, meneer voorzitter, waar afspraken zijn gemaakt om samen te gaan werken, om gemeenschapsprojecten te gaan ontwikkelen, meneer voorzitter, verschillende buurten, met heel wat organisaties die zich aangeboden hebben om ook een rol te vervullen bij versterken van de buurten en de wijken, versterken van gezinscoaching, meneer voorzitter. En dat zal ook de richting zijn die we zullen opgaan in het vervolgtraject van Nationaal Dialoog, om de samenleving ook te betrekken bij de uitvoering van het beleid naar de verschillende sectoren en doelgroepen toe. De voorzitter van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal er verder gecontinueerd worden om de projectvoorstellen uit te voeren samen met de overige ministeries. De voorzitter, u begrijpt dat voor de aansturing en monitoring van dit pakket van maatregelen er bijzondere voorzieningen getroffen moeten worden. Want als wij maatregelen hier presenteren, meneer de voorzitter, moet het ook afgedwongen worden. Moet het ook nageleefd worden. Meneer voorzitter. En daarom hebben wij beslist, meneer voorzitter, dat er een team komt belast met de dagelijkse aansturing, de monitoring en evaluatie. En dat gaan wij plaatsen in een team wat wij gaan noemen de Taskforce Koersstabilisatie. Bestaande uit de vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën, Belastingdienst, Douane, Economische Zaken, Natuurlijke Bronnen, Justitie en Politie, het Openbaar Ministerie, Centrale Bank van Suriname, Deviezencommissie en het kabinet van de president. Meneer voorzitter, deze taskforce zal onder directe leiding staan van de minister van Financiën en Planning. Deze taskforce, meneer voorzitter, zal in contact staan met de relevante actoren, zoals de bankiersvereniging, de organisatie van wisselkantoren, de organisatie van importeurs en andere stakeholders. En er zal periodieke rapportage plaatsvinden over de voortgang van de uitvoering aan de president en aan de leiding van de Nationale Assemblée, meneer voorzitter, als het moet, dagelijks. Wekelijkse stand van zaken zal gepresenteerd worden aan de regeringsvergadering, waar eventuele bijstelling van het beleid in zaken besproken en besloten kan worden. Onderdeel van de aansturing, monitoring en evaluatie zal zijn
een speciaal communicatieplan van de voorzitter. Dit is bijzonder belangrijk. Want alle maatregelen moeten goed doorgecommuniceerd worden naar de samenleving, naar alle doelgroepen, meneer voorzitter. En er zullen deskundigen ook hiervoor worden aangetrokken, die samen met de overheidscommunicatiedienst de samenleving zullen informeren, meneer voorzitter. En liefst zo snel mogelijk. Meneer voorzitter, uiteraard zullen de aansturingsmechanismen ook onderhevig zijn aan evaluatie en eventuele aanpassing, indien dat nodig blijkt. Meneer voorzitter, ik ga recht naar afronden. Ik begon mijn uiteenzetting met de mededeling dat ik de zorg van dit college en de samenleving deel. Het is voor mij duidelijk dat elke verantwoordelijke regering die aan de macht komt en het meent met de natie Suriname en het meent met het volk van Suriname, meneer voorzitter, om een solide, gezonde, duurzame economie te realiseren, eerst door een fase van noodzakelijke financiële, economische hervormingen zal moeten gaan, meneer voorzitter. Er is geen andere optie. Schijnwelvaart is geen ontwikkeling. Meneer voorzitter, uiteindelijk gaan we toch allemaal vastzitten. En dat hebben we weer gemerkt, voor de zoveelste keer. Voorzitter, het is tijd en voor eens en voor altijd te zorgen dat we een productieve economie hebben op basis van onze eigen verdiensten. En dat zullen we moeten creëren, meneer voorzitter, met alle betrokken partijen waarbij wij als regering en de ministeries faciliterend zullen zijn. Hiervoor zijn er nationale en internationale inspanningen nodig en investeringen, meneer de voorzitter. Maar hiervoor is ook nodig sterke nationale instituten, maar ook sterke uitvoeringscapaciteiten. De voorzitter, ja, we kunnen met elkaar van mening verschillen over het tempo, over de prioriteiten. Maar uiteindelijk gaan we dit traject moeten afwerken. Uiteindelijk gaan we dit traject moeten afleggen als we willen dat er een duurzame ontwikkeling komt. Als we willen dat de economie zich duurzaam herstelt, meneer voorzitter. En daarom zullen we voortgaan op de weg van financieel-economisch herstel met ondersteuning van het IMF en andere financiële instellingen. Maar wel op basis van onze Surinaamse maatschappelijke en economische realiteit. De voorzitter, dit laatste wil ik nog een keertje herhalen. Want dit is een boodschap. Het is een belangrijke boodschap van de regering. Bestemd voor ieder. Daarom zullen wij voortgaan op de weg van financieel-economisch herstel met ondersteuning van het IMF en andere financiële instellingen, maar wel op basis van onze Surinaamse maatschappelijke en economische realiteit. De voorzitter. En ik roep hierbij aan ieder op om zijn of haar bijdrage te leveren. En aan de actoren in het financiële en bankair verkeer geef ik de boodschap mee dat deze regering rekent op hun medewerking en ondersteuning. Maar tegelijkertijd ook een boodschap dat we met daadkracht zullen ingrijpen waar er ingegrepen zal moeten worden, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, deze maatregelen zijn voor de urgente fase.
En de regering werkt samen met de monetaire autoriteiten om aanvullende en flankerende maatregelen te treffen voor de korte en middellange termijn om de wisselkoers eerst te stabiliseren en daarna ook terug te dringen, meneer voorzitter. De voorzitter, er zal een taskforce zijn onder leiding van het Openbaar Ministerie om die economische financiële criminaliteit aan te pakken. De voorzitter, we zullen in het belang van de natie en het volk deze uitdagende en moeilijke taak gezamenlijk moeten volbrengen, meneer voorzitter. En ik besef dat het een zwaar pakket is. Maar we hebben geen andere keus, meneer voorzitter, om de natie te dienen, om het volk te dienen, om het volk te beschermen, meneer voorzitter. Mag ik bedanken en may God bless you all. Dank u, voorzitter. Dank u wel.